Rotterdam Scriptieprijs. Wat studenten bijdragen aan Rotterdam is heel belangrijk. Een flink aantal studenten schrijft een scriptie over de maatschappelijke vraagstukken in de stad. Om zo'n actieve bijdrage aan de stad te stimuleren, hebben de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit samen de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. Dit jaar heeft de jury een scriptie gekozen die opviel door de bijzondere aanpak van de evaluatie van een Rotterdams beleidsprogramma. Een programma gericht op het activeren van mensen in de bijstand. De winnaar evalueerde de effecten van dit programma op de arbeidsmarkt en op de gezondheid van de deelnemers. Ze gebruikten econometrische modellen om het beleid te evalueren en onderzochten verdere mogelijkheden van deze modellen. De jury ziet dit als een waardevolle toevoeging aan de reeds bekende methode van beleidsevaluaties. Ook was de jury onder de indruk van de creatieve uitvoering, de grote hoeveelheid gebruikte data en de sterke betooglijn in de scriptie. Namens de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit reiken we daarom met trots de Rotterdam Scriptieprijs 2020 uit aan Mareen Bastiaans. Mareen Bastiaans wint de Scriptieprijs 2020. Uitgereikt door Ahmed Abou Taleb, de burgemeester van Rotterdam. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester. Gefeliciteerd, Mareen. Gaat u weer lekker zitten.